Familie Abbes. En ze hebben iets nieuws gekregen en daar ga jij mij iets over vertellen. Wij hebben een bus en ik vind het fijn, want nu kunnen we Sterre's grote rolstoel meenemen. Sterre, kun jij mij vertellen hoe je het vindt dat jullie een nieuwe rolstoel hebben? Vind je dat leuk? En waar gaan jullie met rolstoel, met de bus naartoe bedoel ik? De Pyreneeën, naar de hele hoge bergen. Oh, dat is mooi. En gaat de bus daar ook doorheen? Weet ik niet. Oh, ik denk het wel, hè? De bus kan niet op de bergen. Nee. Denk je niet? Ik denk het wel. Ik denk het niet. Nou, ik denk dat het wel lukt, want papa kan heel goed rijden, hè? Want nu kunnen er ook vriendinnetjes van Jens en Rodé mee. Als Amissa niet meegaat of als Rode bij iemand anders in de auto gaat. Of Jens en wij moeten iemand van hockey meenemen. Heel veel van hockey kunnen er 2 voorin en 3 achterin. Het is een mooie bus. Oei. Oeps, oké. Dat is een hele grote. Oh, en waar zit jij dan? Jij. En Rode zit daar en daar zit Sterre. Zo, en Sterre mag in de midden zitten? Nee, Sterre zit er achterin. Oké. Okay. En in het midden zit Rode en ik zit hier. Houden. Een kijkje. Oké. En een beetje houden. En we hebben er ook een appel stoeltje. Snacken. Deze kan ook open. Oh, hier dat kan je. Hier zit normaal mijn puzzelboekje in. En hier is een pen. En het is de bedoeling dat ze straks ook weer een beetje zelf kan lopen. Hè? Ja, ze zal straks wel weer kleine stukjes kunnen lopen. Alleen de vermoeidheid zal natuurlijk snel terugkomen. Maar zo kan ze in ieder geval kunnen de rolstoelen mee. En zij kan gewoon bij de zusjes achterin zitten. Ja, we hebben alles bij elkaar, ik denk 550 verschillende donaties gekregen. Van bedrijven, particulieren, mensen die we kennen, maar ook wildvreemden. En samen met een enorme korting die we hebben mogen krijgen van de dealer. Van Ford Nederland, natuurlijk ook autobedrijf Kempering, die dus de aanpassing heeft gedaan. En alles bij elkaar is het dus gelukt, dat we nu weer met z'n allen op vakantie kunnen en dat de rolstoel gewoon mee kan. Geweldig. Dus echt super bedankt allemaal. Oké.